Wendy van Hout, de partner van Peter Gilis, heeft afgelopen weekend een opmerkelijke quote gedeeld op haar Instagram account. Haar volgers vragen zich af of er iets aan de hand is. Hebben jullie het uitgemaakt? De quote die Wendy plaatste luidt: "Niemand is blijvend. Iedereen komt voor een bepaalde periode. Dus geniet van de levensfase en ga verder." Haar volgers reageren bezorgd op haar laatste Instagram post: "Ik hoop dat alles goed is met jou, met jullie." Je klinkt verdrietig, schrijft een van hen. Ook willen ze weten wanneer Wendy en Peter weer live gaan. Ze zijn namelijk bijna de hele dag te zien op TikTok, meld juist en gaan al. Verder werd vorige week het Winterwonderland van Peter plotseling afgebroken. We vragen ons nu af of dat echt door het weer kwam. Is er soms ruzie in de tent? Peter en Wendy zijn al een tijdje samen en Peter zei vorig jaar dat hij graag met Wendy zou willen trouwen. Ik denk dat, als het zo goed blijft gaan. ...ik haar een aanzoek zou kunnen doen. Ik heb al gevraagd of Wendy wil trouwen en ze zei ja, vertelde hij aan Weekblad Story. Wendy is ook helemaal verliefd op Peter, zei ze aan Story. Ze heeft haar 17-jarige dochter en vier zoons van 19, 11, 9 en 4 jaar oud al aan Peter voorgesteld. Ze konden het meteen goed vinden, zei Wendy. Zit er nog een kindje in de planning? Nee, een zesde kind komt er niet meer, antwoordde ze.